Wij zijn Herman en Gea en in 2015 hebben we ons huis verkocht en nu wonen en werken we vanuit onze camper. Wij promoten deze lifestyle omdat ons leven er veel goedkoper en leuker door geworden is. Kijkersvragen over de houseboot. Ik krijg trouwens nog regelmatig te horen dat ze zeggen vlot, hè? Ja. En dat is mijn eigen schuld, want ik heb het een vlot genoemd vanaf het begin al. Maar het is geen vlot. Nee. He, er wordt gedacht van een vlotje en met een huisje erop. Nee, er wordt toch wel een beetje serieuzer. En de drijvers ook weer, dat worden niet van die regentonnen. Wij gaan straks, ja, eigenlijk, het is nu zaterdag, we maken nu de video. Maar jullie kijken hem op maandag. He, dus vandaag is maandag. En vandaag gaan we naar het werk. We hebben even een klusje te doen vlak in de buurt van waar we de drijvers kunnen kopen. Gaan we even kijken voor de drijvers. En die zie je dan ja, in de volgende video. Moet je even kijken. Misschien woensdag, donderdag of vrijdag. Ja. Maken we er een video van. Ja. We hebben een hele hoop tips gekregen, hè, van jullie. En soms dan waren er wel heel veel vragen en toen zei ik, daar maken we even een aparte video van. Vandaar deze video. Of ik niet beter zou kunnen kijken naar tiny houses. Hè, voor allerlei opbergvakjes en zo. Hoe dat allemaal ingericht is, hè, met zo'n tiny house. Voordat wij bezig waren met het gaan wonen in een camper. Was ik al een paar jaar bezig met een tiny house. Ik had al, ik weet niet hoeveel ontwerpen gemaakt, tekeningen, hoe dat allemaal moet worden en zo. En dat ging inderdaad allemaal over opbergruimtes, hè? Ja, storage room. Ja, storage room, zeg je. Heel veel van die tiny houses, waar de video's waren in het Engels. En dat ging eigenlijk altijd weer over opslag. En ja. Daar hebben ze het met ons ook wel eens over. Hoor. Waar laat je de spulletjes allemaal dan? Nou, jullie hebben alles gezien hier, hoe wij het hier hebben. En we hebben eigenlijk ja, weinig opslag. We hebben daar 3 plankjes voor de kleren. Daar hebben we 5 plankjes voor eetdingetjes, de botjes en weet ik maar alles. Het zijn gewoon van die plankjes zo. En ja, voor de rest daar nog een paar plankjes. Maar verder geen kastjes of zo. Niet zo heel veel opbergruimte. Voor het gereedschap wel iets meer natuurlijk. Maar niet voor ons privé spulletjes, want we hebben niet zo heel veel. We leven wat dat betreft redelijk minimalistisch. Dus ja, straks, ja, dan kun je achter in de schuur nog wat extra plankjes voor. Ja. Dingetjes die nou in de opslag staan die je niet altijd gebruikt. Ja. En de slow juicer en zo en dat soort dingen. Maar goed. We kijken daar wel naar dat soort dingen. Hè? Hoe je de boel moet inrichten, zeg maar niet. Niet zoals in een tiny house. Een tiny house is, ja, dat gaat echt over opslag. Ja. He, dus veelal. Nou, dan krijgen we nog heel vaak de vraag, waarom koop je niet een gewone boot? Of een schip? Nou, daar hebben we er meerdere van gehad. En ze zeggen wel eens, koop een boot en werk je dood. Of werk tot je dood, weet ik wat, zoiets. Ja. En dat is inderdaad zo. Elk schip hebben we er nog uitgehaald. He? Uit de water gehaald en dat we ermee bezig moeten. En dat is soms een behoorlijk karwei, vooral met die chalk van 20 meter waar we toe hadden. En, dus, en je blijft ermee bezig. En roest komt er van alle kanten weer door. Dan moet je haast een nieuwe laten bouwen. En dat kost weer heel veel geld. Maar gewoon een oud schip, een beetje betaalbaar, nee, alleen maar ellende, of ellende, alleen maar werk, zo moet ik het zeggen. Ja. En met, het is vaak zo, hè, als wij dan gaan kijken naar tweedehands schepen. Nou ja, je stopt zo'n stuurhut, stap je in, je ruikt gelijk die diesellucht. Het is, ja, nee, het spreekt ons niet meer aan. Toen wel, dan had het wel wat, hè. Zo'n diesel, ja. Die dieselmotor, hè, dat luchtje wat er dan hing, zo in het begin wel, maar op laatst ben je helemaal klaar mee. Dus we hebben gezegd, dat doen we nooit weer. Echt. Ik denk, wat hoor ik toch, maar... We zitten namelijk heel dicht bij een vliegveld, hè? Ja. En we horen iedere keer vliegtuigjes opgaan. Dus een gewoon, nee, het wordt toch echt wel de houseboot, hoor. Met die drijvers eronder, dat gaat echt worden. Dus niet de gewone boot. De drijvers, die krijg je nog te zien dan. En het materiaal
van de opbouw, dan worden gewoon die sandwichpanelen, die sandwichplaten. En ik weet nog niet precies hoe dik, maar dan gaan we nog eens een keer naar zo'n bedrijf die die dingen verkoopt. En dan gaan we eens even kijken van hoe sterk is dat allemaal en hoe kunnen we dat het beste maken. Dus ja, dan moeten we natuurlijk ook nog weer een werkplek hebben. En we weten een plekje. En dan kunnen we misschien in een dok. Dus die zijn helemaal droog. En dan kunnen wij daar onze houseboot bouwen. En op het moment dat dan het dok vol met water loopt, ja, dan draait hij ook gelijk. En dan kunnen we hem zo naar buiten doen. Dat gaat dan tegelijk met meerdere houseboten, hè? Of woonschepen eigenlijk. Hè? Of daar. Ja, woonschepen. Ja. Arken. Woonarken. Woonarken, betonnen woonarken, ja. Dat bedrijf, daar werken we vaak voor. Dus daar zijn we regelmatig. Misschien dat we het daar kunnen regelen. Maar anders moeten we het anders regelen. Maar goed, voor mij heb ik dat al gezegd in een vorige weekvlog. In die we jullie gisteren hebben gezien. Als het goed is. Dat we dus af en toe eens een keer een mazzeltje hebben. Hè, dat kom je ergens iets tegen of zo. En dan koop je zoiets. Hè, omdat het dan voordeliger is. En daarom gaan we dus ook het materiaal toch eerder aanschaffen. Hè, niet in één keer. Ik wil ook een hele hoop dingen alvast voorbereiden. Hè, bijvoorbeeld de boren van de gaten. Als je dat op laatste nippertje moet doen. Dan ken ik dat wel. Voordat je de bout en de moen erdoorheen. Of de bout erdoorheen doet. Om de boel uit te draaien. Dan ga je nog even een beetje bijstippen met een kwastje verf. En dan is het nog niet eens droog. Dus ja, dat wil ik eigenlijk niet. Dus, het mooiste is dat ik bijvoorbeeld alles al heb. En dat ik weet van oké, daar moet de gaten komen. Dat ik dat van ga boren. En dan gewoon 2 of 3 lagen verf erop. Eerst mening. En dan dat het goed behandeld is tegen roest. En dat kan bij ons in de loodsje kan dat hartstikke mooi, hè, in de werkplaats. Dus ja, dan gaan we toch vooraf al wat dingetjes kopen. Oh ja, daar vroeg ook iemand, hoe ga je dat doen? Waar ga je zitten om te sturen? Maar als de motoren achter komen en je zit dan achter, dan kun je niet om het huisje heen kijken. Dus dat lijkt me behoorlijk gevaarlijk, zei hij toen. Nee, we gaan voor zitten en dan komen spiegels aan de zijkant, dat je naar achter kunt kijken, net als met de auto. En dan een kabel, zeg maar, die van de motor van achter naar voren gaat voor de besturing en de bediening van de motor. Hè? Dus het gas en de vooruit en achteruit. Dan heb ik nog eentje. En dat is misschien wel de belangrijkste. Varen, terwijl dat er heel veel wind staat. Vooral met zijwind. Want, nou ja, dat ding dat zou dan heel veel wind vangen en zo, ja, omdat die ook nog wat hoger is natuurlijk. Maar dat heb je met elk schip, met elke boot. Ik heb het soms nog met die kajak, die opblaaskajak. Als er dan zijwind staat, als er een beetje wind staat, je waait gelijk weg. Echt. Maar heb je met meerdere schepen, ik denk de banje was dat, hè? Dat was een 12,5 meter oude strompraam met een opbouw. Dat is een behoorlijk hoge opbouw. En als er dan de wind van de zijkant stond en je moest even wachten op een brugbediening of wat, ja, je waaide gelijk naar de kant toe. Echt. Maar de Albatros ook. Ja, die was 10 meter, die ging ook. Ja, en dat was die woog volgens mij 8 ton. Ja, 8 ton woog die volgens mij. Dat was een stalen schip. En ja, niet eens zo heel hoog opgebouwd hoor, maar best een hartstikke mooie lijn zat erin, zeg maar. Maar op het moment dat je veel zijwind hebt, ja, dan moet je echt met de boeg tegen de wind in gaan liggen. En dan doe je hem af en toe in de vooruit en dan weer in de achteruit. Vooruit, achteruit. Dus en dat ga je met deze ook doen natuurlijk. En op het moment dat op het moment dat, dat zeg maar, als je eenmaal vaart, dan heb je daar niet veel last van. Het kan best zijn dat je heel iets zo vaart wel, dus dat je een beetje wegwaait, maar dan kun je tijdens het vaart kun je daar rekening mee houden. Het is puur als je stil ligt bij brugbediening of zo, of bij een sluis, dat soort dingen. Maar dat is gewoon een kwestie van een beetje vooruitdenken. Gewoon rustig de tijd nemen voor alles, een beetje vooruitdenken. En het voordeel van deze is dat we die stutpalen hebben.
Dus als je op een gegeven moment zegt, nou gaan we hier eventjes, je moet even wachten op een brugbediening. Dan laat je die palen laat je zakken en je ligt op één plek gewoon vast. En als de brug weer open gaat, doe je paal naar morgen en je vaart weer verder. Ja. Dus ja. En als het heel hard waait, dan blijf je gewoon liggen waar je ligt. Dan als het te hard, ja, als het te hard waait, ja inderdaad. Want dan je zit natuurlijk ook met die golfslag. En dat moet natuurlijk ook, hij moet wel heel blijven natuurlijk. Hè. Als alles stuk gaat door dat allemaal wringt en doet, dat is ook niet de bedoeling. Maar goed, ik hoop dat de meeste vragen van jullie hiermee beantwoord zijn met deze video. Want er zullen er vast nog wel meer zijn. Dan zet ze maar even onder deze video en dan gaan we ze nog eens een keer weer beantwoorden. En soms, ja, dan krijg je een paar vragen en dan kan ik dat wel even zo wegtypen. Maar nou ook, hè, dan heb je zoveel vragen in één, van één persoon, ja, meerdere dingen. En dan blijf ik aan het typen. Hè, dan, ja. Ja, maar zet ze er maar gewoon onder en dan doen we het wel op deze manier. Ja, dat kunnen we ook doen. Gewoon op deze manier. Nou, wij gaan maandag de eerste drijvers halen. Even kijken of we een mooi prijsje kunnen regelen daar. En dan laten we die dus zo snel mogelijk zien.